tegenwoordig mm-hmm. heb je samen met ook weer een aantal oud voetballers, Jerry en Jimmy Simons, heb je een voetbalschool, hè? Ja, ja, ja. Wanneer ben je daarmee begonnen? We zijn vorig seizoen zijn we begonnen. Met Kees Dubbelt ook nog erbij, Josimar, dat is ook een speler van GLZ, zijn we een soccer school begonnen. Niet gericht echt op de toptalenten, we zijn echt een maatschappelijke voetbalschool. Een maatschappelijke voetbalschool, we krijgen projecten van AJB, dat is justitie. Gaan we met moeilijke jongeren gaan we aan de slag, die krijgen training op veld. Dat doen we samen met Lentes Life College. En ik ben bezig om nog wat projecten binnen te trekken, ook met andere scholen. Ja, en dan richt je je echt op de jeugd in Rotterdam-West? De jeugd in Rotterdam-West. Wij helpen een beetje met de opvoeding, laten we het zo zeggen. Ja. Dus we zijn bezig met hun discipline, hun mentaliteit, dat soort dingen zijn we mee bezig. En dat hebben we echt nodig in Rotterdam-West. Hopelijk dat er wat meer steun komt van de kant van de gemeente. Want we hebben een leuk programma hebben we voor ze opgesteld, waar we denk ik echt heel veel goeds mee kunnen doen in Rotterdam-West. Maar wanneer hadden jullie het moment, want je doet het niet alleen, hè, van dit moeten we gaan doen, dit moeten wij gaan oppakken? Ja, het zijn vrienden, ik ben zelf initiatiefnemer. Ik heb zelf, komen we natuurlijk ook allemaal, je hebt vijf ex-betaald voetballers was het eerst. Billy Maximiano zat erbij, Lotfi Amhouse heeft ook bij Sparta gespeeld. Jerry, Jimmy, Simons en ik. Een keer bij elkaar gezeten van wat willen we doen? We willen niet een voetbalschool zijn die alleen maar gericht is op talenten. Hun zeiden ook, we willen alleen maar meedoen als het ook echt voor de maatschappij is. We willen ook echt wat doen. We zijn allemaal, komen we uit Rotterdam-West, zijn we opgegroeid, we zien de problemen daar. En socialiseren door middel van voetbal leek ons goed om te doen. Ja. En nu zijn we dus echt met leuke projecten bezig en we zien ook echt dat het helpt. We hebben bijvoorbeeld op de soccer school heb je dan ouders die naar je toe komen van hey, mijn kind is echt veranderd. Ik had een probleemgeval, hij luisterde niet en nu is het netjes praten, simpele dingen. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ja, lijkt me ook heel dankbaar inderdaad. Zeker. Daar doen we het ook echt voor.